is. Dag dames en heren, dit is Alpe d'Huez. In 1975 moest Joop Zoetemelk nog op Alpe d'Huez gaan winnen. Maar wij in Nederland, wij hadden een man die een lied zong en dat luidde toen... Alpe d'Huez. Gemaakt tot Nederlandse berg in de Ronde van Frankrijk. Iedereen wil hier zijn. 1800 meter. En de winnaars van al die jaren kwamen vandaag samen. En hoe ze ook heten, ze waren er. Lachend, bruin verbrand, sommigen wat ouder, sommigen heel gezond. En herkent u, naast Conti. En deze man, Herrera, het tuinmannetje, was er ook. Het was een prachtig weerzien. Alpe d'Huez is de ijsbaan, is een ondergaande zon, is een heel groot aantal mensen dat viert dat hier de ronde komt. 2119 kilometer nog en dan zijn we in Parijs. We doen een tourjournaal met de etappe van vandaag en alles wat Alpe d'Huez zo heel erg speciaal maakt. Le Centenaire heeft een heleboel te vieren en dus vierde men gisteren de komst van de mannen die hier ooit wonnen. Zij die konden komen, kwamen. En ik weet niet of u het ook zo had, maar wij met z'n allen kregen kippenvel toen wij de volgende beelden gisteravond zagen. Daar is hij, de winnaar van de Tour van 1980. In Alpe d'Huez, daar waar hij in 76 en in 79 wist te winnen. Over de rode loper, zoals echte kampioenen ontvangen horen behoren te worden. Prachtig om dat te zien. En nu zitten we op de zondagavond, terwijl de etappe is geweest en Lance Armstrong met de gele trui aan in slaap is gevallen. Nu zitten we hier op dit terras waar we gisteren ook waren. En nu ga ik erbij staan en ik haal het publiek erbij. Dames en heren, zou u misschien een applaus over hebben voor de beste Tour de France renner die wij ooit hadden? Joop Zoetemelk. Maar eens bedacht zo te beginnen. Ja, dat is een goed idee. Ja, toch? Ja, ja. Vind jij het leuk om naar reunies te komen, of niet? Ik doe het niet zo vaak, maar het is me hier niet tegengevallen. Nee, dat kan denk ik. Ja. Nee, het is echt goed gelopen hier, het is erg goed georganiseerd. En ja, iedereen die is er, die er kon zijn. Het is echt, ja, ik heb twee goede plezierige dagen achter de rug. Dat kan ik me indenken, ja. Erik, jij bent erbij omdat we zo direct een tussenanalyse gaan maken. Heb jij genoten vandaag? Ja. Ik vond de afsluiting, de laatste klim op de West, was een hele mooie finale. En de spanning blijft een beetje in de Tour. Niet zoals verleden jaar dat Armstrong al ver voor stond. Goed, wij gaan beginnen met de dag, dames en heren. En dat doen we dan in de startplaats Sallanches. Een zeer beroemde plaats als het om wielrennen gaat. Bernard Hinault werd daar ooit wereldkampioen en hoe. Daar starten ze vanochtend waarschijnlijk toch wel met een Franse held. Jeroen Koster. Sallanches, of liever gezegd heel Frankrijk, is in de ban van Richard Virenque. Sportkrant L'Équipe besteedt 4 complete pagina's aan zijn triomf van gisteren. Het enfant terrible van de wielersport is in eigen land nog altijd ongekend populair. En de camera's verdringen zich bij de bus van Quickstep, waar gisteravond de champagne openging. Het was wel even gezellig. Er waren een aantal van de sponsoren waren er en nog even een paar flesjes champagne opengetrokken, zeg maar, ontkurkt hebben. Dus dat was wel leuk. Ja, dus, maar daarna was het al snel weer heel rustig, hoor. Want voor de ploeg wordt het vandaag nog een zware dobber om het geel van Virenque te verdedigen. Michael Bogert heeft inmiddels bezoek van wat Rabo-vips die hem op een wel heel bijzondere manier proberen te motiveren. Zeg, als je bij de eerste 10 bent, mag je mijn vrouw over 5 minuten. Maar de ervaren Bogert laat zich het hoofd al lang niet meer gek maken. Ook al is het vandaag de dag van Alpe d'Huez. Vandaag alles op alles te zetten vanwege Alpe d'Huez, dat denk ik niet echt verstandig zou zijn, omdat er nog een hele zware week gaat aankomen. We hebben nog morgen kap en dan hebben we Marseille rustdag en dan krijgen we een paar hele zware ritten in de Pyreneeën, 4 in totaal. En, ja, het is niet verkeerd om daar nog een beetje met reserve aan te beginnen, denk ik. Bogert was gisteren trouwens niet de beste van zijn ploeg,
dat was de bescheiden Duitser Christian Niermann, die langzaam wat meer durft. Ik ben nu een beetje aan het veranderen. Bijvoorbeeld gisteren op de laatste 5 kilometer dacht ik ook, ik heb niks te verliezen, dus ik heb nog een keer gedemareerd. Het is niet oud gekomen, maar het is wel waar. Dat zou ik andere jaren misschien niet hebben gedaan. Dus ik denk wel dat ik een Virank gisteren zeker niet had bij kunnen houden. Want die was gewoon verschrikkelijk sterk. En zoals Michael verleden jaar die rit wint naar La Plagne. Ik denk dat moet je ook echt een van de beste van de wedstrijd zijn. Daar ben ik toch een stuk minder. Maar toch zou ik wel in een ontsnapping kunnen gaan. Ook in een bergetappe, dat is wel waar. Wie we in ieder geval niet in een ontsnapping zullen zien is Roberto Heras. Hij is de meeste knecht van Lance Armstrong. Moet dus weten of de Amerikaan gaat aanvallen. Esperemos. Lance hoy se encuentra bien y es una etapa decisiva en este Tour de Francia. El equipo es muy fuerte, ¿eh? Está bien, trabajó muy bien ayer en montaña, en el llano. Y es una etapa, hoy es una etapa de verdad de alta montaña. En op de laatste berg van vandaag, Alpe d'Huez, staan de duizenden fans van Richard Virenque al uren klaar. De Fransman zelf werkt op dat moment bij de start nog even aan zijn imago. Want hij is en blijft het troetelkind van de natie. De etappe van vandaag is 219 kilometer lang. Vertrekt in Sallanches. Dan zijn er twee bergjes die ze met z'n allen nemen. We gaan de Galibier op en de Galibier weer af. Er is nog niets gebeurd op dat moment. En we hebben een grote groep bij elkaar. Met Simoni die steeds aan het elastiek hangt. Met de blauwe trein van Armstrong voorin. Met Virenque die eigenlijk heel erg alleen blijft in deze kopgroep. En met Michael Bogaert die Christian Niermann bij zich heeft. Een schitterend gezicht van de afdaling van de Galibier. Als mieren langs het meer gaan ze naar beneden. En wat gebeurt daar? Men haakt even in elkaar. Heras en Armstrong. De tweede keer dat Armstrong met zijn voeten aan de grond komt. Daar gebeurt het. Armstrong snel weer weg. Heras even depaneren, de ketting recht leggen. Is dat een teken? Ja of nee? Hier zijn we met twee koplopers die al een tijdje voorop lopen. Astroloa en Roes. Loza moet ik zeggen. En dan komt de beklimming van de Alp. En het is Beltran die meteen gas geeft. Die gooit hem in de overdrive. En iedereen en alles ontploft. Het is alsof een dum-dum kogel afgeschoten wordt. Want de 40 man moeten allemaal passen. Dat wil zeggen, wie gaan hier mee? Beltran geeft gas. En daar springt alles uit elkaar. Virenque, misschien iets te veel gefeest, misschien iets te veel gepraat gisteren, moet hier al lossen. Ze gaan hem links en rechts voorbij. En Frankrijk weet dat op de 13e juli Virenque het heel moeilijk gaat krijgen in de klim. Daar gaan we. Heras, Armstrong, Vinokourov, Hamilton en Mayo vinden elkaar. Beltran is inmiddels gevonden. Hij is tot stof geworden. Na die woedende sprint naar boven toe. Heras weet wat hij moet doen. In dienst rijden van de meester zelf. Daarachter Jan. Maar Jan komt niet vooruit. Want Jan houdt niet van brute tempoversnellingen. Hij kiest het wiel van Garzelli. En Moreau. Ook hij vindt dat niet leuk. Hij wijst op zijn achterwiel. Er is iets wat hem niet aanstaat. Maar we gaan voort op de berg. Wat gebeurt er allemaal? Vinokourov, waar zit hij? Hij vindt een eigen tempo en komt langzaam naar voren. Heras in een prachtige cadans. Maar dan ineens is er Bolocchi die zijn woorden gestand doet. Bolocchi heeft gezegd, ik ga aanvallen, want blijven zitten. Dat heb ik al jaren gedaan, dat doe ik dus niet. En Bolocchi gaat, de onze renner gaat. En gaat met een mooi tempo. En wat doet Armstrong? Hij blijft nu zitten. Heras doet ook niets. Hamilton doet niets. En ook Mayo blijft nu hangen. Het is 40, 50 meter. En Heras doet wat hij doen moet. Tempo maken. Hier is de Texaan met de vierkante kin. Gaat hij of gaat hij niet? Het is nog ver. De druppels zijn van gestaald beton. Armstrong wil niet wijken. Roes wordt bijgehaald. Astroloza wordt bijgehaald. Bolocchi gaat erover overheen en gaat alleen aan de leiding. Is dit een serieuze aanval of... Maar Bolocchi heeft wel meer van zulke stoten uitgehaald. En het is dan net of hij niet door zijn tweede adem kan komen. Hier is de onze renner bezig. Hij heeft de afstand gemaakt, maar dan komt Armstrong zelf. Heras is ineens weg. En Hamilton, dat is die man van die schouderblessure, weet u wel, die rijdt mee alsof hij zojuist van een vakantie van Hawaii terug is gekomen. Daarachter Mayo met het shirt wijd open, de mond open. Mayo en Armstrong treden in de Dauphiné, prachtige gevechten. En daar was Armstrong steeds iets beter. Nu kiest de Texaan voor het eigen tempo. Bolocchi is door, Armstrong komt, Hamilton waakt, Mayo gaat mee. De rest is gezien op de berg. Hier zie je dat hele slagveld met Richard Virenque die de Australiër Rogers, een neoprof, nodig heeft om hem naar boven te brengen in de lift.
Maar Bellocchi heeft dus geen tweede, nog een derde aan. Armstrong komt, streng als die is, terug in het wiel. Hamilton volgt, Mayo is daar. En kijk goed naar de Basque in dat oranje shirtje van Euskaltel. Hier zet hij heel even aan en daar is hij. Tik, 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 tik en weg. En wat doet Armstrong nu? Daar gaat de Euskaltel rennen. Gaat hij hem achterna, ja of nee? Nee, want Mayo heeft al te veel achterstand in het klassement om zich daar nu druk om te maken. En dat doet Armstrong ook niet. Hij blijft nu zitten. Dat is een tactiek die hij van tevoren gekozen heeft. Iban Mayo gaat. Niet gevaarlijk voor het klassement. Geen groot tijdrenner. En dus beperkt de man uit Texas nu op het wiel van Bellocchi. En weet hij niet wat Hamilton doet. Maar hij wordt dus aangevallen. En daar gaat Hamilton. Ooit was hij knecht van Armstrong. En Armstrong pareert direct. Gaat staan en komt in het wiel van Hamilton. Dat is de eerste keer Hamilton. En daar gaat Bellocchi nog een keer. Dit is de Tour zoals we het willen zien. We willen voortdurend aanvallen zien. Niet met z'n allemaal meerijden. Oei, let op die toeschouwers daar. Maar ja, er stonden maar een paar mensen op de berg. Die zag ze bijna niet. Ze vallen dus aan. En Mayo gaat. Gedreven door eerzucht. En toch ook het feit dat hij een goede renner is. Dat hij in de bergen weet wat hij moet doen. Daar komt Hamilton deel 2. En ook hij gaat weer. En Bellocchi maakt nu waarschijnlijk een fout. Want hij rijdt Armstrong in ene op het wiel van Hamilton. Dan komt Vinokourov ineens terug. Met Heras. Waar komen die vandaan? Die hebben hun adem gevonden. Maar waar hebben ze die gevonden? Heras. In een uiterste poging om in het achterwiel te komen, daar waar Zubeldia ook al is gekomen. Mayo eilt voort tussen de dichte drommen van mensen. En daar komt Heras weer voor Armstrong rijden. Armstrong volgt. En Mancebo komt eraan. Mancebo, de nummer 1 van de Ibanez-ploeg. Met een versnelling waar je grote motoren mee rijdt. Daar komt dan ineens Vinokourov. En die poeft ertussenuit. Wat doet de grote man uit Texas nu? Rijdt hij achter de Kazaak aan of niet? Nee, dat doet hij niet. De winnaar van de Amstel Gold Race op weg naar Mayo. Toch een telecomrenner nu in het offensief omdat Botero heel ver van achteren ligt en er helemaal niet aan te pas komt. Mayo 1, Vinokourov 2 en dan daarachter de groep van Armstrong en van Bellocchi, van Hamilton en van Zubeldia. Wat komt er nog meer bij? Daar is aanval nummer 3 van Hamilton. En weer wordt de man uit Texas wordt hij getest. Kan hij het aan of kan hij het niet aan? Ze willen hem doen breken, maar het lukt niet. Het lukt ze niet, want Armstrong blijft zijn eigen tempo rijden, kijkt goed wat er gebeurt en kiest eigenlijk het wiel van Bellocchi. Hier zet Bellocchi weer eens een keer aan. En Armstrong gaat in zijn wiel mee. Is dat het teken dat Armstrong tactisch heel sterk rijdt en alleen maar het achterwiel kiest van de Spanjaard? Je zou het haast zeggen. De Hongaarse vlag op Alpe d'Huez. Vinokourov uit Kazachstan. De berg is zo internationaal met een Amerikaanse clown. Met ongeveer 2 miljoen Nederlandse gekken om zich heen. Dit is de berg zoals we het graag willen zien. Hamilton voor nog een aanval. Hij gaat maar door en gaat maar door. Maar Hamilton lukt het ook niet. Zubeldia lukt het niet. Bellocchi lukt het niet. En dan komen we bij Jan Ulrich die daar met Cioccoli aan het terugkomen is. Of hij verliest nu 3 minuten 17 op Mayo zoals u ziet. Hij ligt dus een dikke minuut achter, juist, Armstrong. En dat is ook weer een duel. Zodat je nu op de berg allemaal duels hebt. Mayo mag winnen. Vinokourov mag wat tijd pakken. Bellocchi mag geen tijd pakken van Armstrong. Armstrong wil tijd nemen op Jan Ulrich. En zo gaan we op de finish af. En Bellocchi gaat nog een keer. En Armstrong zegt, ik kom nog een keer. En ook Hamilton gaat mee. En Zubeldia gaat mee. En zo zien we voor het eerst sinds jaren een fantastisch duel op de berg. En waar aangesloten wordt, is ook nog eens een keer deze Mayo alleen vooruit. Hij gaat de etappe winnen. Daar voel je het naartoe gaan. En wat doet de man uit Kazachstan? Hij komt niet echt dichterbij. Vinokourov blijft op die tweede plaats rijden. Hij komt niet veel verder. Nog een keer Bellocchi, nog een keer Armstrong. En Bellocchi mag niet weg. Armstrong zet zijn tanden in de Spanjaard. Hij dus niet. Zubeldia, die hangt er een beetje aan. Hamilton komt daarachter. En dan het gelukzalige moment. Iban Mayo, contractvrij en misschien wel naar de Rabobankploeg, wint de etappe op Alpe d'Huez en behoort bij de groten nu als het gaat om klimmen. Vinokourov met een strenge gelaatsuitdrukking komt als tweede binnen en geeft 1 3/4 minuut prijs.
Hij kijkt en daar komt Armstrong. En als er wilskracht getoond moet worden, dan wil hij die secondes hebben. Die laatste secondes. En hij wint de sprint voor zijn medegenoten in dat groepje daar. En hij pakt die seconde. En dan gaan we naar de winnaar toe. Hoe blij is die? Yo no he dicho que iba a dar Astro, no. Yo siempre he dicho que íbamos a ir a por una etapa y a por eso hemos ido, ¿no? Yo pues, he tenido un buen día, he atacado, he ido por la etapa y mira, ¿no? Yo creo que he conseguido algo bonito y grande y que no me lo esperaba y la verdad que estoy muy satisfecho, ¿no? Les attaques de Beloki c'est très fort. C'est très fort. Les attaques de Mayo c'est pas très grave parce que c'est un peu derrière dans le classement et aussi je pense dans le contre-la-montre c'est pas très bien mais tout le col comme ça avec Mayo c'est peut-être ça gagne le tour. Mais c'est sûr c'est un très bel jour pour moi, c'est difficile, c'est vraiment difficile. En dan Michael Bogert. Hij komt als 19e binnen en krijgt 5 minuten aan zijn broek van de winnaar Mayo. Dat is een goede prestatie. Ja, ik heb afgezien op Alpe d'Huez, maar ik kon redelijk tempo rijden. En, in het begin ging het zelfs heel goed. Toen moest ik me even gaan inhouden, want ik denk, het gaat zo niet doorgaan. En ik heb goed tempo kunnen rijden. Op het laatst had ik wat honger. En dan zat ik een beetje leeg, maar ik heb denk ik wel goed gereden. En dan wachten we op de bus. De eerste bus komt op tijd. 42 minuten en 17 seconden met veel Nederlanders. Maar nog niet Remmert Wielinga, want die zit daar nog achter. Nog 3 minuten daarachter. De mooie droom die ik had om hier misschien even aan mee te gaan rijden, die kan ik beter laten varen. Ik kom gewoon nog veel te kort. Ik had de eerste week gewoon verschrikkelijk geleden. En daar betaal je gewoon de tol voor vandaag. Vandaag vanuit vertrek werd er zo verschrikkelijk hard gereden. En, ik wist gewoon, ik moet aan blijven klampen, want daarna is er een stuk vallei en dan kun je dan in de groep zitten. Ah, dan is er niks aan de hand. Als je slecht bent, dan ga je op de Calibier in de bus zitten. Ja, ik kon gewoon niet aanklampen. Ik was zo slecht. Maar ja, het is toch gelukt. Maar ja, het is toch gelukt. Famous last words op Alpe d'Huez. Mayo wint voor Spanje de etappe. Vinokourov, Armstrong, Mancebo, Zubeldia, Beloki, Hamilton, Basso, Laiseka en Virange komt op de 35e stek op 9,5 minuut na winnaar Mayo en levert dus de trui in. We gaan kijken naar de plaatsen van de Nederlanders. Bogert zei ik u wel op 5 minuten. Koos Moerenhout verdient een pluim. Van Bon Knaven de Groot in de bus en daarachter dus Wielinga de rookie. We gaan naar het klassement van vandaag. Dat gemaakt is als we de 219 kilometer van Alpe d'Huez hebben verreden. Kunnen we hem nog omslaan, jongens? Of moet ik praten tot ik een ons weer? Daar staat het. Armstrong heeft de gele trui. Beloki staat op 40 seconden. Mayo op 1.10. Vinukov 1.17. Mancebo 1.37. En waar staat Jan? Op de 8e plaats. 2 minuten en 10 achter de man uit Texas die vanavond de gele trui onder zijn hoofdkussen heeft. Basso en Jaksje die zijn daar om het tiental te vervolmaken. We hebben de winnaar van het SMS-spel. U weet hoe dat moet. U kunt meedoen. U heeft een telefoontje. U heeft 2 duimen of 1 duim, zoals u wilt. En dan kunt u gaan mailen of zenden wie u denkt dat er gaat winnen. De winnaar van vandaag heet dus Mayo. Ik zeg erbij dat 4% van degenen die zonden die Mayo goed hadden. En de winnaar is Edwin Zeldenthuis uit Alkmaar. Meneer Zeldenthuis, hartelijk gefeliciteerd. U krijgt een fantastisch pakket van de NOS. En u wil graag zien wat u gewonnen heeft. Daar hebben we dat mooie plaatje voor. Voilà, dit is voor u, meneer Zeldenthuis. U krijgt een DVD, u krijgt een aantal boeken, u krijgt een handdoek en weet ik wat. En u maakt kans om uitgeloten te worden voor de prijs die in Parijs klaar ligt. En u weet wat dat is. Onder andere een shirt van Lance Armstrong. Ofwel een blauwe, ofwel een gele met handtekening. Hartelijk gefeliciteerd, u kunt meedoen. En dan moet u doen, ren, spatie, nummer van de renner waarvan u denkt dat morgen de etappe naar Gap zal winnen. En dan 4004. En dan moet u nu doen wat een van de mensen vandaag invulde. Ren. En daarin vulde die achterin. Ren je rot. En wij denken dat dat Martin Brosius is geweest die dat opgemaild heeft. Oké, dat hebben we gehad. We gaan naar de tafel toe. Jo. De Tour. Kan jij zonder Tour? Oké, zonder, ik kijk er graag naar de Tour. Ik vind altijd een wedstrijd die aanspreekt. En die voor mij heel veel aangesproken heb toen ik zelf renner was. Ja. En ik vind het nog steeds de mooiste wedstrijd die er is. Waarom is die mooier dan de Vuelta die je gewonnen hebt? Waarom is die mooier dan de Giro? Omdat er veel meer.
is elke dag een klassieker. Elke dag een klassieker? Ja, in de Tour is elke dag een klassieker. En het is elke dag weer nieuw. Hoeveel van die dingen heb jij gereden? Ja, ik heb er al een paar gereden. Maar... ben jij een man die dingen nog weet, of niet? Nou, als je erover begint, dan kijk ik me maar in. Maar om er zelf over te beginnen, dat is niet zo makkelijk. Ja, maar je weet wanneer je eerste reed? Ja, in 1970. 70, en je laatste? In 1986. Nou, ja. Weet jij, Erik, wanneer je eerste reed? Keek jij vroeger naar hem trouwens, of niet? Toen Joop de Tour won, begon ik met het wedstrijdfietsen. Toen was jij een jongetje nog? 89, ja. Junioren. Jij hebt hem zien winnen. Ja, dat was misschien wel de motivatie om te beginnen. Zou dat zo kunnen zijn? Zo werkt het wel. Je had een voorbeeld nodig. Ja, als je als land een groot renner hebt en die wielersport leefde in die tijd natuurlijk. Het was niet alleen Joop, het was Kuiper, Van der Velde, Kneteman, Raas. Dus ja, wij volgden dat altijd op de voet. Ja. Paste jij goed in de Tour? Ja, ik paste goed in de Tour. Ik had de Tour de L'Avenir voor 1970 gewonnen in 1969. En dat is eigenlijk de overstap geweest van de beroepssenator. De Tour te gaan rijden. Ja. Ik wil even naar je kijken als je op Alpe d'Huez bezig bent. Er wordt veel gefeest op het ogenblik. Dat is wel een mooi gezicht. Joop op Alpe d'Huez. Dit is in 1976. Je rijdt voor Caen. En je komt met Van Impe aan. Ik kom met Van Impe aan, ja. Driekwart van de beklimming met z'n tweeën gereden. We zijn uit die... Ja, iedereen is gelost eigenlijk uit die groep. Je rijdt hem nog makkelijk af. En Van Impe dus was de best geplaatste. Ja, dus die krijgt een gele trui. Dit is jouw eerste overwinning op Alpe d'Huez. Dit is 3 jaar later. Je draagt de groene trui. Je rijdt voor Mico met die prachtige roze fietsen. En met wie ben je weg of ben je alleen? Ik ben alleen weg. We hebben die dag ervoor zijn dan. Die kennen we. De dag ervoor zijn we nog een keer opgereden. Dat wordt naar Agostinho. Ja. En dit was eigenlijk de laatste Alpenrit. Ja. Dus dat is in Parijs al. En die zaak de laatste dag dat ik nog een rit kon winnen. Ja. Dus ik heb er alles op gezet om te proberen die rit te winnen. En die heb ik toen ook gewonnen. Ja, ja. Is een Alpe d'Huez bergetappe meer waard dan welke andere bergetappe? Nou, voor mezelf niet. De Alpe d'Huez is een hele mooie bergetappe. Wat is er dan zo mooi aan? Omdat het een aankomst boven is. Nou ja, goed, dat is, is Luz Ardiden ook. Ja, dat is Luz Ardiden voor mij ook een mooie etappe. Ja, maar waarom zitten al deze mensen hier en niet op Luz Ardiden? Omdat ik denk dat de Nederlanders die komen graag naar de Alpen. Dus die komen naar de anderhalve wedstrijd ook en naar de Alpen de West. Ja, dat was is dat een Nederlandse wedstrijd geworden. Sorry dat ik je interpreteerde. Was dat in jouw tijd ook zo? Zo'n gekke huis? Ik dacht van het eerste jaar niet, dat kan ik me niet goed meer herinneren. Maar ik dacht van het eerste jaar niet en dat is langzaam gegroeid natuurlijk. Ja. Ik heb het toen gewoon het eerste jaar, na de rand heb ik er nog een keer gewonnen. Rienen wint er 2 keer, Kuiper wint er 2 keer, ja, Rooks wint er. En het is... Hij werd maar derde, hè? Ja, hij heeft pech gehad al. Jij had kunnen winnen trouwens. Ja, kijk, ja. In de sprint tegen Bugno en Lamont had ik niet kunnen winnen. Als je wat gedurfd had wel. Ik had zoals Joop weg moeten rijden, of met een strijkijzer naar de streep, want sprint met die man geen kans. Zeker tegen Bugno niet. Nee. Nee, die was heel goed die dag. Joop, we hebben er nog wat beelden van je vandaag op Alpe d'Huez. Kunnen we dat laten zien, jongens? Hebben wij Joop, terwijl hij hier op Alpe d'Huez bezig is? Wat doe je op slippertjes in hemelsnaam? Nou, het is goed weer, dus ik loop nog slippertjes. Oh ja, jij loopt nog slippertjes. Dit is een mooi shirt natuurlijk, dat hebben niet veel mensen. Hebben jullie allemaal zo'n shirt gekregen? Ja, al de winnaars die lopen met zo'n shirt. Dus allemaal waarde. Herrera zag ik en Conti zag ik. En daar? Wat zei je daar te doen? Gewoon op de achtergrond. Ja. De mens kan beter op de achtergrond blijven, toch? Ja, dat vind ik ook. Ja, toch? Een mooi gezicht. Peter Winnen, Steven Rooks, het JAV. En daar kom je. Eindelijk een Fransman die je naam goed uitspreekt. Wat gebeurt hij? Eddie Kuiper? Ja, die was nog zoeken, die kwam op het laatste moment. Ja, die was zelf zoeken. Op het laatste moment. Oké. Okay. Daar alle winnaars bij elkaar. Dat is toch een mooi moment, hoor dit. He? Ja, zeker een mooi moment. Dus dat hebben we gisteren ook meegemaakt natuurlijk, met die rode lopen, zoals je dat zelf zegt. Ja. En nu nog een keertje met als de peloton net binnenkomt, dus met de overwinning van mij, ja, en dan gelijk alle winnaars van de Alpe d'Huez erachteraan. Ja. Je zei toen we begonnen dat je geen man was voor reunies. Waarom eigenlijk niet? Ik heb graag altijd op de fiets gezeten en graag wedstrijd gewonnen en graag gehuld geweest. Maar nu is het allemaal voorbij en blijf een beetje op de achtergrond. Maar het is toch soms wel eens lekker om in het verleden nog even terug te stappen. Om even die erkenning te krijgen. Dat is waar, ja. Als je er helemaal tussen zit en
jullie het allemaal weer, dan krijg je toch weer kippenvel ervan. Het is toch weer, jij hebt ook kippenvel gekregen? Ja. Dan is het toch teweeg gebracht. Erik, hij heeft toch menselijke trekjes, daar hadden we het over. Ja. Bij hem komt het over alsof je de belangstelling niet interesseert. Maar ik denk dat de waardering, natuurlijk iedere renner is daar blij mee. Ik denk, een Nederlandse renner als Joop hebben we nooit meer gehad. In de Tour 5x2 en een keer winnen. Zal ik niet meer voorkomen, nee. Misschien een gekke vraag, Joop. Kan jij over straat lopen in Frankrijk? Zonder dat ze je lastig van herkennen? Normaal in het leven wel. Als je hier naar een wedstrijd komt, dan zijn allemaal wielerkenners. Ja. Dan 90% van de mensen die herkennen. Of het nou Fransen zijn, of het nou Nederlanders zijn, of het nou Duitsers zijn. Dus iedereen die hier rondloopt, dat is wielerenthousiast. En die halen al die oude renners er weer uit. Ja. En bij jou, in de buurt, in Mo? Daar leef je gewoon. Job? Tuurlijk. Job. Ja. Nee. Ik vind, je moet elke renner maar in zijn waarde laten. Elke epoch heeft zo zijn grote renners. Hij is een hele grote. En als hij dit jaar dus weer de beste is, dan heb ik daar erg veel vrede mee. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Bent u een grote wielerliefhebber? Ik ben een grote wielerliefhebber. Ik ben een Vlaming, dus voor ons is wielrennen een godsdienst. Maar wat dat betreft is het een beetje jammer dat er zo weinig zijn in deze Tour. Inderdaad. Ik heb helaas maar kort kunnen juichen met landgenoten. Merckx heeft een moedige poging gedaan. Was niet in supervorm, maar hij heeft gestreden. Dus goed af. Maar België zit in een dal op gebied van rittenwedstrijden, dat is zeker. Zullen we het over Nederlanders gaan hebben? Ja, ik zei u van tevoren, laten we het maar niet over de Nederlanders gaan hebben. Maar dit is... We missen een grote rondrenner. Ja, dat doen we al jaren. Dus dat is jammer. Dat is jammer. We zouden weer Zoetemelk, Kuiper, stonden net allemaal bij elkaar. Peter Winnen, Steven Rooks. We hebben veel meegespeeld, maar de laatste jaren zit het er niet in. Blijft u nog lang, hè? Hier? Ja, hier? Nee, ik vertrek nog vanavond. Stel, als u toestaat, dan stap ik nu in de helikopter. Daar. En zo verlaten twee belangrijke sportbestuurders gezamenlijk Alpe d'Huez. Niks, geen files op weg naar beneden. Zo'n 100 meter van de finish vertrekt de helikopter. Je hebt mannen en mannen en zij mogen met de helikopter. Wij gaan uren inderdaad in de file staan. Dat hoort er eigenlijk ook wel een beetje bij. Is dat niet de charme van Erik, van de Tour de France? Die heerlijke chaos die we meemaken. Als ik het verhalen van jou mag horen, dan is het wel erger geworden in de laatste jaren. En van Joop ook. Maar het was minder chaotisch. Nou, maar bijvoorbeeld, jij bent gisteravond naar boven gekomen hier en je hebt over 5 kilometer? Ja, 1,5 uur, we stonden daar gewoon stil. Je kon er niet meer door? Ja, want het wordt, deze berg is een beetje carnaval geworden. Ja. Dat zie je op andere... Erger je daar? Nee, de Nederlanders hebben deze berg veroverd en de buitenlanders spreken er ook zo over. Morgen gaan we naar Nederland, zegt Pedro Delgado tegen me. Ja. En dat is zo geworden en wel leuk, denk ik. Is het geworden of is het verworden, Joop? Nou, ze hebben er zelf voor gestreden, die Nederlanders, de renners, het publiek. Jullie hebben het gedaan. Nou, jullie hebben het naam gegeven. Het publiek heeft meegedaan, het publiek is gekomen. Het publiek blijft dus komen. En het blijft komen. Dus en het publiek ziet geen Nederlanders meer vooraan. Nee, maar dat komt weer. Misschien wat Verbrugge zegt ook, moet er een beetje geduld hebben. Ja, hoe lang nog? Ja, dat weet je niet. Wij zijn er ook geen ene zo opgestaan. Dus waarom staan er over 2 of 3 en geen andere Nederlanders op? Bij het spelletje wat wij spelen, hadden een heleboel mensen op Bogert toch wel gegokt. Dat is toch irreëel om dat van hem te verwachten? Hij heeft het afgelopen jaar ook een hele goede etappe gereden. Ik heb net gehoord wat hij zei aan de aankomst. De Pyreneeën hoopt hij nog, waarom niet? Viranke heeft ook zijn wedstrijd gezocht. Bogert die zegt, was vandaag niet zo goed. Nou, in de Pyreneeën niet zo goed en toch 19e? Toch 19e. Nou, niet zo goed om te winnen. In de Pyreneeën is hij misschien beter, dan wint hij wel. Is er een verschil tussen het rijden in de Alpen en de Pyreneeën? Ik vond het altijd een verschil als je van eerst de Alpen reed en dan de Pyreneeën. Dat is, voor mij was het beter, het tweede gedeelte. Dan waren de eerste Alpen waren voor de renners die nog fris waren, die waren beter. En de renners die beter herstelden, die waren in de Pyreneeën beter. En het andersom is, als eerst de Pyreneeën zijn, dan was ik misschien iets beter. Ze zeggen wel eens dat de Pyreneeën bochten scherper zijn, dat het iets steiler is. Is dat zo, Erik? Jij weet het ook? Ja, ik denk een beetje een ruiger landschap is. Waar reed jij liever? Ik reed liever in de Alpen. Maar... Jo? Ik heb beter resultaten altijd in de Alpen dan in de Pyreneeën. Maar als het andersom was, heb ik in de Pyreneeën ook wedstrijden gewonnen. Toch
dames en heren, blijft die berg, die Alpe d'Huez, die blijft iets ja, bijna kosmisch houden. Mystiek hebben we het ook wel genoemd gisteravond. Waarom komen uit de hele wereld hier mensen naartoe? Wat hebben ze te zoeken? Waarom wil een normaal mens die een baan heeft van 8 to 5, waarom wil die op een fiets gaan zitten en wil die hetzelfde doen wat Zoetemelk en Kuiper en Teunissen en Rooks en al die anderen deden? Vind dat antwoord nou eens. Vanaf vanochtend vroeg is het ongelooflijk druk met fietsers op de Alpe d'Huez. Fietsliefhebbers uit alle windstreken beklimmen de berg vlak voordat deze wordt afgezet voor de Tour de France. Zwaar, heel zwaar. Dus, maar ja, ik heb het gehaald. Oké. Okay. Komt het op televisie, jongens? Het bereiken van de top geeft jong en oud enorm veel voldoening. Daarna is het vooral uitblazen en jezelf goed verzorgen. Alle terrasjes zaten vol. En waar je ook keek, overal fietsen, fietsen en nog eens fietsen. Honderden. Ik heb geen flauw idee, het zijn er ontzettend veel. We staan hier een stukje verder op de camping. En eigenlijk vanaf gistermiddag is het één grote file aan auto's en fietsers en alles wat deze kant op wil. Sommigen wanen zich echte klimgeiten. Anderen zijn met de gele trui naar boven gekomen. En deze meneer speelt voor wereldkampioen Cipollini. I come from New Zealand. I come from New Zealand. I'm all the way to watch the Tour de France. Yeah, I come here to watch the Tour de France and I wore Cipollini's colors, so I thought he was represented here today. De hele fietswereld is er. Canadezen, maar ook Aussies. For us it's fantastic, you know. We only see very little bit of it on TV and to come here and see the people and the cars and just everything is just amazing, you know. It's a once in a lifetime thing. Deze groep komt uit Zuid-Afrika. Iedereen wil het meemaken, vooral voor de sfeer. Want de tijd die ze over de beklimming doen, is onbelangrijk. Ik zou zeggen, pa, I don't know. Yeah. Long. It was long. Two hours. I think it was 2 hours, actually. Yeah. You know, it's very big, but everybody's there. It's a party. It's very much a party. I didn't know. You know, and people are excited and everyone cheers you to go, even when you know, you're just a regular person. So it was very much fun. It's a blast. It's absolutely a blast. And everything's so beautiful. The mountain is very beautiful. You know, it's fun. It's fun. It's, you gotta come. Een prachtige doorsnee van mensen die vandaag, gisteren en ook weer morgen die berg op moeten. Waarom gaat een mens een berg op met een fiets? Omdat hij er staat. Omdat die berg er is en op die mensen zelf ook wil testen. Die wil kijken of hij naar boven kan komen. Ja, maar Joop, jij bent er ook gisteren tegen opgereden. Dat hoefde je helemaal niet. Maar waarom deed je het dan? Nou, om een keer die uitdaging aan te nemen. Ging het? ik heb er wat langer over gedaan dan als vroeger, maar ik ben boven gekomen. Iets? Ja? Ja. Met wie heb je gereden? Met Winnen, met Rook zijn, met z'n drieën zijn we naar boven gereden. En? Nou, we zijn boven gekomen, maar misschien hebben we er eens zo lang over gedaan en maar zo'n paar jaar terug. Goed. Erik, jij de analyse dan maar van de Tour tot nu toe. Hebben we de echte Armstrong gezien? Ja, dat is een leuke vraag dat niemand dat weet natuurlijk. Weet jij? Nee, want je kunt het niet aan hem afzien. Het ziet er soepel uit als hij naar Blokkie rijdt en dat wiel houdt. Speelt hij het spel van ja, laat die anderen maar gaan en mijn tijd komt nog? Of is hij iets minder dan verleden? Ja, want als je hem zag aan de voet van Alpe d'Huez, ja, hoe Beltran daar aanzette, dan leek het erop. Dat wordt een herhaling van andere jaren, hij gaat er straks vandoor. Zijn grote concurrent Ulrich was daar in ieder geval eraf. Maar hij heeft een beetje behoudend gereden. Wat is nou de winst van Armstrong vandaag? Dat hij geel heeft of dat hij Ulrich op meer dan een minuut heeft gekregen? Nou, kijk naar die tijdrit. Daar rijdt hij die Spanjaarden en ook Vinokourov rijdt hij op minuten. En dan zijn Ulrich en Belocchi zijn de beste tijdrijders. Daar heeft hij vandaag wel naar zitten kijken. Was dat dan ook de reden dat hij alleen maar op het wiel van Belocchi lette? Dat leek er wel op, maar het kan zijn Joop dat hij... Joop knipt. Ja? Komt nou, beter. Tweede analist. Ik weet niet of hij beter kon. Ik denk dat Maya wegging, dat hij niet mee kon op dat moment. Nee. Dus hij heeft hem laten rijden. Hij kon hem ook laten rijden, want hij stond op 3,5 minuten af. Maar lette hij alleen maar op Blokkie? Een Blokkie, ja. Dat is van hem een gevaarlijkere tegenstander als Maya. Dus ja, die Blokkie die ging ook iets minder af weg als Maya ook. En daar kon hij wel achteraan. En hij ging er ook achteraan. Heeft hij vandaag de Tour gewonnen? Hij heeft de Tour niet gewonnen, maar ik denk dat Armstrong alleen moet een slechte dag krijgen. En dat maakt iedereen mee. Hij heeft 4 jaar is hij niks tegengekomen. Maar hij moet echt een keer op een berg. Oké, okay. Slechte dag zeg jij. Ja.
Ik wil van jullie allebei jullie slechtste dag uit de Tour weten. Nou, ik weet hem wel, hoor. Jij weet het. Mag jij nog even denken, wanneer had jij je slechte dag en waarom? Had ik een slechte dag? Ja, jawel. Ook, ja. Wanneer had jij een slechte dag en waarom? Toen Malin, 1990. Toen ben ik eraf gereden. Le Monde reed daar weg. Ja. En ik verloor die dag drie minuten nog wat op Plus Ardiden. Ja. Achteraf het rekensommetje, daar waren de kansen voor de eindoverwinning verkeken in 90. En waarom had je een slechte dag? Poef, ja. Ik was een man die af en toe eens een mindere dag had. Ik had meerdere slechte dagen, maar soms op momenten dat niemand het zag. Maar op Tourmalet een slecht moment en je bent weg. Joop? Nou, ik heb ook meerdere slechte dagen gehad daar zijn. Maar toen ik het toen in 1980 was mijn slechtste dag over de Galibier reden. Ja? We starten onderaan de Galibier. En we reden dan, die dag ervoor was ik ook gevallen met Van der Velde. Ja. Maar had je toen echt een slechte dag? Een heel slecht, hele slechte start, ja. Hoe voelde je dat dan? Nee, ik kon niet mee. Echt? Ik kon niet mee. Dus, ja, ze rijden daar naar boven. Boven is de grote plek van Henri de Grans op de Tralibier. En ze rijden daarvoor en ze rijden volle bak naar boven. En ik kom boven, ik ben meer dan 3,5 minuten achter boven. Waren de benen af? De benen die gingen niet. Die waren heel slecht. In de afdaling ben ik dan een beetje herzet. En in de Vallée de Morienne ben ik dan terug aangesloten bij het peloton en naderhand in de kopgroep. Iedere grote renner heeft een slechte dag in de Tour? Ja, wat is een slechte dag? Je kent die slechte dag die als hij op een goed moment valt. Dan is het niet zo erg als hij op een slecht moment valt, dan kan je veel verliezen. Daar moet ik over nadenken hoor. Maakt het niet uit. Dan zie je die denk ik vandaag een slechte dag vergeleken bij gisteren. Dan verliest hij de Tour. Jean heeft eigenlijk nooit slechte dagen gekend. Jean, ik geef gaarne het woord aan jou. We leven nu op de 13e juli. Waar ben je? C'est incroyable. Och, een kasteel. En Jean, dat gaat samen. En mooie bloemen en rust. En Jean heeft een rustdag genomen. Morgen komen we weer tegen op de 14e. Mooi zat hij daar, hè? Ja. Die mooi om te zien. Je hebt toch ook een heleboel met Jean meegemaakt, hè? Ja, zeker. Daar hebben we om gelachen. De etappe van morgen, dames en heren. We zitten nog in de Alpen, maar we zakken langzaam in de richting van het water. Maar het is een hele vervelende etappe. Daar gaan we. We starten in Bourg d'Oisans, dus onderaan de Alpen. En dan gaan we via de Col. Daar gaan we. Nou, dan laten we maar volgen gewoon. Eerst gaan we naar de Lauterets. En die ligt op 2058 meter. Dat is niet zo'n heel prettige berg als je dat. Dan neemt een lange afdaling. En dan de Col d'Isoire op 2360 meter. En na de Isoire hebben we een hele lange afdaling. En krijgen we nog een berg van de tweede en een bergje van de derde categorie. En dan komen we in Gap aan. Daar is de Col de Saint-Apollinien en dan Gap daar achteraan. Dat is 184,5 kilometer. En morgen zal er gereden worden over dit traject. Goed, en terwijl nu het Franse volkslied gezongen wordt, sta ik op, want de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het bord is teruggebracht, en daar staat, heet hè, Mart, bedankt voor het lenen, Marion en Gerrit. En ik ben bang dat ik weet wie dat zijn. Waar zijn we morgen? We rijden dit gedeelte. En het is morgen, even kijken, zeer warm. Maximaal wordt het 36 graden hier bij Gap in de buurt. De cumulusjes die zijn er ook wel. Het laatste stuk hebben de renners een beetje de wind tegen. En wat moet ik nog meer zeggen? Er zijn vleugjes wind. Nou, hoe vind je dat ik het als weerman doe? Als het allemaal uitkomt morgen. Als het morgen uitkomt, goed. Joop, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Erik, jij moet morgen commentaar gaan doen. Joop, hartelijk bedankt. Dames en heren, hartelijk bedankt dat u er was. Nu, dames en heren, morgen de etappe naar Gap. En morgenavond zijn we er weer vanuit die stad. En dan gaan we eens keer kijken hoe het daar is. Jan Jansen is er en we gaan Frans koken. En ja, het blijft hier nog even gezellig. Tot dan. Alles voor u dan nooit, n'oublie jamais que moi, je n'aime que
tour.